Welkom bij weer een nieuwe unboxing op gamersnet.nl. Terwijl mensen nog even moeten wennen aan het feit dat ik weer eens een keer geen bril op heb, gaan we het hebben over de Cooler Master CK550 of 550. Dat is maar net hoe je hem wil noemen. Het is een mechanisch toetsenbord, mensen. Het is weer even geleden dat we iets hebben mogen unboxen. Helemaal van Cooler Master. Maar wel zo leuk dat we weer een keer een fatsoenlijk, mechanisch, degelijk beestje mogen ontvangen. Een letterplankje, zoals we dat dan wel eens noemen. En dit is er eentje die daadwerkelijk ook nog best wel... Oh, oké. Dat had ik misschien beter aan moeten pakken. Oké, ik dacht ik rits dit wel even los met mijn vingers. Ik heb inmiddels 100 unboxings gedaan. Nee, oké, blijkbaar dus niet. Nou goed, anyway, dan proberen we het even netjes te forceren. Hoe dan ook, een daadwerkelijk betaalbaar mechanisch toetsenbord. Want jawel, het is er eentje van zeg maar zo'n euro of 85 of 90. En dat is met een reden, denk ik dan althans. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst even kijken hoe dit beest uit zijn doos geforceerd wordt. Allereerst zien we wel, en dit vind ik serieus echt vet. Ik denk dat heel veel mensen het niks boeit. Maar dit paars is toch best wel, dit is een beetje de nieuwe voerkleur van Cooler Master. Vind ik toch mooi dat ze dat zo erin hebben verwerkt in het boxingprincipe. En ook mooi dat je zo'n teststukje hebt. Dat je gewoon in de winkel alvast even kan testen van hey, hoe zijn die switches? En natuurlijk gewoon dat je denkt van fuck it, ik steel gewoon die keycaps. Want dat kan dus nu ook gewoon bij je lokale mediamarkt of waar je hem ook wil halen. We halen hem eruit en dat komt natuurlijk hierachter zit dan altijd de kabel. Dus dat gaan we dan, nou ja, weet je wat, laten we eerst even mooi die case, die cover ervan afhalen. Zodat we het hele toetsenbord kunnen voelen en misschien wat keycaps kunnen stelen. We gaan hem binnenkort natuurlijk absoluut uitgebreid reviewen, maar niet voordat we hem hier even mooi zo uit zijn doosje halen. En je ziet hier al heel mooi, ik vind dit oprecht heel tof. Voor 85 à 90 euro heb je toch wel zo'n aluminium baseplate. Dat vind ik dan toch wel weer netjes. Dat is iets wat je vaker bij net wat duurdere modelletjes ziet, maar dit ziet er al heel erg strak uit. Het is ook gunmetal. Dat blijf ik een van de beste kleuren vinden, puur en alleen voor de naam. Gunmetal klinkt gewoon super lijp. Hoe dan ook, een rubberen kabel, dat wel, dat zien we dan meteen wel weer. Dat zijn dus ook een beetje van die kleine dingetjes waar je denkt van misschien zit daar dan die prijsbesparing in. Maar we sluiten hem even aan. Ook trouwens weer, ik vind het weer zo mooi, dat paars in de voerkleur, in de kabel. Dat is mooi. Razer doet het met groen, Cooler Master doet het met paars. Mooi gedaan. Net detail en toch wel prijsbesparende kabel. Anyway, we sluiten hem even aan. Dat is mijn internetpoort. Gaat hij aan en het mooie met Cooler Master toetsenborden, dat vind ik altijd wel vet aan hoe zij het aanpakken, is dat ze het toetsenbord middels software, nieuwe software laten besturen. Maar je kunt hem ook gewoon met toetsencombinaties kun je hem aanpassen. Moet ik even kijken. Ik neem aan dat dit de nieuwe functietoets is. Ja, dan zie je hier al bijvoorbeeld al dingen oplichten. Waardoor je weet van, oh, hier kan ik meer groen ermee indoen. Hier controleer ik mijn blauw mee. Dit wordt mijn rood. En hetzelfde dat je dus ook zo verschillende modi kan switchen. En sterker nog, kijk, er zit al gewoon een soort van FPS of MOBA modus zit er gewoon sowieso al in. Erg sexy gedaan hoe ze dat zo doen. Mooie color wave natuurlijk, zodat we even meteen zien welke kleurtjes er allemaal in zitten. Maar hier heb je dus ook de verschillende modi's en ook de snelheden kun je erop aanpassen. Je zet hem iets langzamer, is net iets rustiger op het oog. Fijn toch? Hoe dan ook, de switches. Het is een mechanisch toetsenbord en op de doos staan heel mooi rood, blauw en bruin. Dan denk je, die ken ik, dat zijn de Cherry switches. Nee, in dit geval niet. Dit zijn Gateron switches. Die hebben dan weliswaar ook het mechanische gevoel en die verschillende soort van drukgevoelige punten. Dat zit er dus wel allemaal in en daarmee lijkt ze heel erg op Cherry's, maar het zijn dus niet de heel erg dure Cherry MX switches. En dat is waarschijnlijk waar die kleine prijsbesparing op zit. Hoe die uiteindelijk typen, dat weten we nog niet. Dit is ook de eerste keer dat wij Gateron switches mogen testen. En dat ga je natuurlijk allemaal ontdekken als we de Gamersnet Gear aflevering van de Cooler Master CK550 doen. En natuurlijk een geschreven review. Maar ik hoop in ieder geval dat je een goed beeld hebt kunnen krijgen van toch wel misschien je nieuwe budgettaire mechanische toetsenbord. Dat was het voor deze video. Tot snel. Ik hoop dat je genoten hebt. Laat even iets weten als je vragen hebt of iets wil reageren in de comments. Dan mag allemaal. Daar zijn ze voor. We lezen alles. Tot snel.